Sims 4 aflevering. Vandaag zijn we op het kinderfestival aangekomen met Roosje en met Milo. Dus geef zoveel liefde aan Roosje en Milo natuurlijk, want we houden natuurlijk ook heel erg veel van deze twee. Ze zijn aan het praten, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Roosje heeft trouwens een pakje aan omdat ze eigenlijk naar de scouts moet, maar ik dacht het is leuk. Een kinderfestival komt niet heel erg vaak voor. En we hebben een heel leuk personage die we hier kunnen zien. Dat is hij hier of zij hier. En we kunnen die zelf begroeten. Doe een bergbeweging. Hey, kijk eens hoe leuk. En we kunnen een selfie maken. En we kunnen zelf naar een leegwezenjacht vragen. Dus dat gaan we allemaal natuurlijk doen. We willen het allemaal weten. We willen een selfie met hem. Maar superleuk, want je hebt hier dus allemaal leuke activiteitjes wat je kunt doen. Lekker kunt schilderen. Lekker in de wetenschap kunt mee bezig zijn. Dus dat ben ik weer voor benieuwd. En we gaan vandaag Olivia vragen. Of we gaan naar Olivia gaan vandaag. Kijk eens aan. Oh, kijk hoe schattig. Oh, dat is leuk. Hey, yay, maatje. Yay. We gaan dus na dit naar Olivia. En we gaan kijken naar haar hondje. En kijken hoe het überhaupt is. Want eigenlijk niemand van onze familie is nog in het huis geweest. Dus het lijkt me leuk. Maar kijk hoe schattig dit popje is. Ik vind het echt geweldig. Super, super lief. Sluit je aan bij de leegwezenjacht. Er zijn verschillende virtuele leegtewezens rond het festival verstopt. Vind er 10 voor het festival is afgelopen en kom dan naar mij om je prijs in ontvangst te nemen. Oeh, oké, okay, ja, dat wil ik eigenlijk wel doen hoor. We moeten er dus 10 vinden. En Milo, jij gaat hier met de meisjes, hij gaat meisjes fixen denk ik. Wat is haar naam? Anita. Oeh! Wat is dit hier? Is dit een... Nou, Roosje had niet geen geluk met dat hoekje. Maar ik zag dus net hier iets. Met Milo kon ik er niet naartoe gaan. Maar Roosje kan hier controleren. Dus ik ga ervan uit dat hier het eerste wezentje is die we gaan vinden. We gaan eens kijken. Ik ben benieuwd. Is hier iets, Roosje? Gaan we iets vinden? Want we moeten er 10 hebben. Voor het festival is afgelopen. Want dan krijgen we iets, blijkbaar. Dus gaan we iets vinden, Roosje? Alsjeblieft, vind er 10. Ik weet niet of het zo makkelijk gaat. Yay! Kijk eens aan! Te gek! Roosje heeft een virtueel leegtewezen gevonden en heeft er nu 1 in het totaal verzameld. Ja, hier is er ook iets, denk ik. Nou ja, dus ze moet eigenlijk gewoon alle plekjes. Oh, nu heeft ze niks meer gevonden, dus dat was iets anders. Nou, je moet gewoon alle hoeken een beetje bekijken. Nou, hier kan ze nog wat controleren. We gaan het gewoon proberen. Milo is hier dus bezig met een meisje. Nou, hij kan in ieder geval wat gaan... Oh, voetbal overschieten. Oh, kijk, hier is zo'n beestje. Roosje, hier moet je naartoe. Hier is een wezentje. Kijk eens aan. Maar dat is leuk, want dan leert Milo natuurlijk ook andere mensen kennen. Ze gaat voetballetje met Milo spelen. Kijk eens aan. Ja, Milo, hop! Met die voetbal. Laten, hoog houden. Hup. Ja, gaat ze... Oh, ze kan het ook goed. Wauw! Ze kan het nog beter dan jou, Milo. Yeah, te gek. Roosje heeft er nog eentje gevonden. 2 van de 10. Nog achteraan, jongens. Ja, Milo, kom op. Hup, 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 hup. Hey, en hup. Ze is echt heel goed. Hartstikke goed. Het festival eindigt over een uur. Dus ik hoop dat Roosje... Ik denk dat Roosje het niet gaat vinden. Ik bedoel, we zijn ook best laat vertrokken naar hier. Maar ja, goed. Anders hebben we toch nog leuke dingen meegemaakt, toch? We zitten hier gewoon echt in een kindergesprek. Letterlijk. Hé, hey, wat doe jij vanavond? Ja, ik ga Sims 4 spelen. In de Sims 4. Oh, en dan ga ik ook nog kinderleven kijken, weet ik wel wat ik allemaal aan het zeggen ben. Maar goed, het gaat om het idee. Het is natuurlijk hartstikke schattig. Maar het is natuurlijk een heel leuk concept, dus je kunt hier inderdaad van alles doen. Roosje heeft er nog een gevonden. Nou, misschien halen we het toch. Maar ik zie... Ja, hier is er nog eentje. Hier is er letterlijk nog een. Ze moet gewoon blijven bezig zijn en die beestjes pakken. En hopen dat ze er 10 vindt. Want dan krijgt ze een cadeau in een uur. En ik zie dat we een winkeltje hebben. Dus misschien kunnen we hier iets leuks kopen voor de kinderen. Oh, oh. Is een soort van sushi plekje. Eten bestellen. Oh, we kunnen onderhandelen. Weet je, Roosje is jong. En misschien gaat ze denken, nou ja, ze is een kind. En ze heeft niet veel geld. Dus ik kan wel onderhandelen met haar. En kijk, is nog een beestje. Dus die moet ze ook eventjes gaan pakken. Nou, ze gaat even onderhandelen en dan het beestje pakken. Nee, het is 8 uur, dus het festival is afgelopen, hè. Het festival is afgelopen, denk ik. Oh, dat haat ik zo erg. We hebben hier zelf van die gekke automaten. Oeh, simicapsule kun je hier kopen. En hier een koude etenswaar en drankjes kopen. Nou, dat is nu niet per se, maar
Dit lijkt me wel leuk, want je kunt dus een capsule kopen. Dus dat zijn waarschijnlijk van die popjes. Het is wel heel erg duur. $50 kost het mij. Maar je kunt een gek beestje of poppetje of wat dan ook eruit krijgen. Dus ik hoop dat de $50 waard zijn en dat is iets dat ze in haar kamertje kan zetten. Dus wat gaat ze eruit krijgen? Ik ben heel erg benieuwd. Wat ga je kiezen? Kun je kiezen of krijg je gewoon een random iets? Ja, we hebben iets random gekregen. Nou. Oké, het zit in de inventaris. Even kijken. Oeh. Oh, dat is echt zo'n capsule. Nou, ze kan de capsule gaan openen. En wat zit erin? Oeh, je hebt Madame Zoo gekregen. 3 sterren van de 5. Oh, dit is eigenlijk heel leuk. Ik wil het gewoon nog een keer doen. Weet je, we gaan het 3 keer doen. En hopen dat in 1 van de 3 een legendary zit. Het is wel leuk dat je zo niet direct ziet wat het is. En dat je echt je capsule moet gaan openen om te weten wat erin zit. Dus ze heeft $50 betaald. Ik hoop dat er nu iets goed in zit. Ik vraag me ook af, zijn die dingen überhaupt te verkopen? Oeh, voor $100. Oh, dan verkoop ik het al helemaal. Oké, we hebben een groene bal gekregen. Dus eigenlijk hebben we €50 winst gekregen. Oh, ah nee. 2 sterren, serieus prinses? Hoeveel kost jij? 50. Nou, hebben we geen verlies gemaakt. We hebben gewoon ons geld teruggekregen. Maar nu, de laatste. Voor jullie. Gaan we een 5 sterren krijgen? Of een 4? Of een 3? Of een 2? Of een 1? Ik heb een gevoel dat we er een 3 krijgen. Een blauwe bal. We gaan hem openen. Wat zit erin? Oeh, hij is wel goud. Maar het is maar 2 sterren. En hoeveel kost die? Oeh, $300! Oh, dat maakt dus niet... Weet je, deze verkopen niet, want hij is helemaal goud. Weet je, omdat ik puur gewoon heb gezegd van... Nou ja, we gaan het 3 keer doen, ga ik het gewoon 4 keer doen omdat ik een goud heb gekregen. Dus we betalen het. En ik ben benieuwd wat dit... Dit is echt beloofd de laatste keer. Daarna gaan we naar Olivia. Oké, hij zit in de inventaris. Groene bal, open hem maar. Waarschijnlijk gaat hij nu niks meer waard zijn, hè. Ah, jammer. Hij is wel goud ook weer. Maar hoeveel is die dan? 300. En die? 250. Nou, verkoop ik die en dan hou ik die van 300 zelf bij. En ze koopt hier nu iets van een drankje. Ik heb geen idee wat ze doet. Maar goed, ze heeft een drankje gekocht. Hartstikke leuk. Zij gaan naar huis. En dan ga ik zelf via mijn sim en Job's sim gaan we naar Olivia. Haar woning, haar appartementje. Ik hoop dat ze thuis is, want ze duikt wel. En ik weet niet om welke tijden dat zijn. Maar ik hoop dat ze thuis is. En dan kunnen we Bellietje in ieder geval zien. Ik heb er heel veel zin in. En kijk eens aan, we zijn aangekomen en ik zie dat Olivia thuis is. Yay! Ik heb super veel zin erin. Laat mij weten in de comments als jullie Olivia ook een leuk iemand vinden. Nou, we gaan eens een keer aankloppen en ik moet dus eens een keer zorgen dat wij... Oh, wij kunnen zomaar binnen, dus misschien hebben we de sleutel gekregen. Wel irritant dat deze licht ook allemaal direct uitgaat. Maar het komt natuurlijk, Olivia die zit alleen en ze moet niet zorgen dat heel haar rekening wordt geplunderd door gewoon alle lichten aan te laten. Bij ons is het wel zo, de mensen die denken waarom laat je geen automatische lichten plaatsen. Nou, omdat ik het leuk vind dat eigenlijk, ik vind dit verschrikkelijk dat het hier zo donker is. Maar we hebben genoeg geld, ik cheat daar heel graag mee, dus dan vind ik het niet erg om daar de lichten altijd aan te hebben. Maar natuurlijk, als je het moet hebben van rekeningen te betalen, doen ze er allemaal lekker uit. Maar kijk eens aan, we hebben onze lieve Bailey. Oh, vriendelijke kennismaking. En Bailey is een beetje bang van de laptop, zoals we kunnen zien. Dus dat is niet zo fijn. Ik hoop dat Bailey er later niet meer zo bang van zal zijn. Maar, oh, ik vind dit lief, Bailey. Oh, lekker ruiken natuurlijk aan de vingertjes. Ik kan het toch niet zo goed zien. Soraya is vriendig of heeft kennis genomen met Bailey en we zijn nu ook vriendjes geworden. Ah, super lekker aaien, een lekker netje prijzen. En dan gaan we eventjes met Olivia praten, want hoe gaat het met haar eigenlijk vandaag? Vraag om aan baby te voelen, want dat weet zij natuurlijk ook nog niet dat zij een nieuw broertje of zusje krijgt. Nou, we gaan eerst grote nieuws bekendmaken en dan vragen om aan baby te voelen. Anders zeg je letterlijk dit. Hey, ik wil je aan mijn buik voelen. Hey, trouwens, ik ben zwanger. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Dus we gaan eerst het grote nieuws bekendmaken en dan mag ze aan de buik gaan voelen. Yay! Oh, leuk toch, jongens? En natuurlijk gaat ze dan ook aan de buik gaan voelen. Superleuk. En Bailey'tje, ben jij ook lekker aan het schreeuwen naar ons? Ja, dat dacht ik ook. Maar superleuk, ze doet het goed. Het huis is nog niet in brand gezet. Het eten is nog steeds gevuld. En Bailey leeft ook nog, dus ze doet het ook hartstikke goed. En ik vind het huis eigenlijk, het huisje, het appartementje, best wel gezellig. Het is
Klein, maar het zag er voornamelijk niet zo gezellig uit door de muren en door de vloer die niet helemaal mijn stijl waren. Maar toen de muren had veranderd, een beetje de badkamer, ja, de badkamer heeft dezelfde muren. Toen ik dat had veranderd, vond ik het eigenlijk hartstikke leuk eigenlijk. Het is gezellig, de muren een beetje opgevuld en zeker de mini woonkamer, slaapkamer. Dus vind ik wel leuk. Ik zie trouwens dat we honger hebben, dus ik zal met eigen geld even een snelle maaltijd maken. Dus dat is een instant noodles. Heerlijk, noodles is zo lekker. Like en laat me weten als jij ook van noodles houdt. Maar we gaan even instant noodles eten, want dat betekent dat het niet uit haar rekening komt. Of iets dat zij zelf heeft gemaakt natuurlijk voor de dagen. En dan gaan we nog even een plasje doen en daarna gaan we maar eventjes naar huis. Want het is 2:15 in de nacht. Dus dat is best wel laat. Moet dat niet storen, want zij moet ook gewoon gaan werken. Maar het is leuk om Olivetje ook eens gezien te hebben in haar eigen... Oh, dit is ongepast. Stop ermee. Wat? Olivia! Jij hebt heel mijn leven bij mij gewoond. Ik heb geadopteerd. En jij vindt het ongepast dat ik eten opwarm? Ik dacht dat je die melding alleen maar kon krijgen bij mensen die... Ja, gewoon waar je... Bij vreemdelingen. Maar zij vindt het ongepast dat ik instant noodles, ik ben niet eens aan het koken, in haar huis maak. Nou, dat vind ik niet leuk, Olivia. Dat vind ik een beetje asociaal. Nou, ik vind het hartstikke leuk, Olivia. Een beetje jammer dat het ongepast was volgens jou dat ik instant noodles aan het maken was. Maar goed, het gaat om het idee. In de volgende aflevering is de kans dus heel groot dat onze baby komt. Of misschien, zeg maar, eind van de aflevering. Dus dat het nog niet in de volgende aflevering gebeurt. Maar spam zoveel mogelijk wat jullie hopen dat het wordt en wat jullie denken dat het wordt. En spam ook vooral een naam voor een jongetje en voor een meisje. Allebei. De leukste die ik vind, die krijgt de naam. En dan is dat natuurlijk hartstikke leuk, want misschien loop ik hier elke keer een naam te zeggen, nou ja, die jullie hebben gekozen. Dat lijkt mij denk ik wel hartstikke leuk. Dus ik vond het leuk. Like de video. Het woord van vandaag is Olivia. Dat is het woord van vandaag. Vergeet ook niet te abonneren en het meldingknopje aan te klikken, want dan blijf je altijd up-to-date als er een nieuwe video online komt. Ik upload toch elke dag, dus dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Ik vond het leuk. Like, reageer, abonneer en ik zie jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe video. Adios!